de suf met die eeuwige krant. Gaat niet van slaap of verveling. Ben toch je vrouw en ik eet uit je hand. Maar ik eet niet van de bedeling. Kijk me niet aan of je denkt, leef je nog? Ben ik nog altijd die vrouw? Waarmee je destijds, wanneer was dat toch? Per se dat avontuurtje hebben wou. Wees nog eens lief, net als toen. Vraag me nog eens om een zoen. Breng me weer rozen, sta weer te blozen. Als je me ziet net als toen. Wees nog eens lief en galant. Vind me weer mooi en charmant. Dan wordt de wereld weer net als vroeger een sprookjesland. Ja, je wordt dik en je haar wordt al grijs. Maar je kunt heus nog wel fluiten. Maar je bent soms nog zo'n kind, zo onwijs, nurks en baldadig om beurten. Weet je nog, zeg nu niet nee. Weet je nog dat je toen zei, gelukkigste paar, dat zijn wij met z'n twee. Mijn liefde, liefste lief, gaat nooit voorbij. Wees nog eens lief, net als toen. Vraag me nog eens om een zoen. Breng me weer rozen, sta weer te blozen. Als je me ziet, net als toen. Wees nog eens lief en galant. Vind me weer mooi en charmant. Dank u wel, dames en heren. Even voor, voor mijn eigen, wat zal ik zeggen, voor mijn eigen wat. Maar wie heeft tot nu toe alles gezien? Fijn. Is even goed, want gisteren was er iemand en die begon opeens dat er zo weinig over de oorlog in zat. Maar die hebben we inmiddels achter ons liggen. Maar voor de liefhebbers van de oorlog, in aflevering 1 van groep 4 komt hij in al zijn hevigheid nog een keer terug. Het is... Ja, u zult zeggen, wat doet die stoel daar? Het is wel leuk om even... als u... straks weggaat, dan ga ik elke dag nog even het museum in. Dat begrijpt u ook wel. Want zo vaak krijg je de kans niet om even gratis door het Rijksmuseum te lopen. En gisteren hadden we het overigens over dat schilderij van Claudius Civilis. Dat in Zweden zou hangen, maar dat hangt hier, naast de nachtwacht. Dus dat is misschien dat u straks ook even stiekem achter mij aanloopt. Nee, maar ze zijn... Dit museum pretendeert ook het Nationaal Historisch Museum te zijn. U weet, er is een
langdurige discussie over geweest. Er zou een gebouw in Arnhem komen. Jan Marijnissen stond erachter. Nou, dan weet je het wel, dat gaat niet door. En inderdaad, het is niet doorgegaan. En dat kwam ook vooral omdat de directeur van hier... Nee, maar het Rijksmuseum is ook Nationaal Historisch Museum. Wij hebben het stokje van Oldenbarneveld. Dus ja, wat hebben we eigenlijk nog meer te laten zien op dat gebied? Nou, dit dus, want dit ga ik u uitleggen. Wat een heel veel gestelde vraag, om toch nog maar weer even terug te komen op de oorlog, was... waar was Wilhelmina tijdens de oorlog? Dat vragen de mensen zich nu af. En dan zegt de suppost, die zat in Londen. En dan is de volgende vraag natuurlijk, waar zat die dan in Londen? Nou, die zat in Londen op deze stoel. Nou ja, en dat vind ik altijd zo mooi van geschiedenis. Want kijk, dit is natuurlijk ja, een stoel voor niks. He, maar omdat Wilhelmina daar nu opgezeten heeft, is het opeens dat je er naar gaat zitten kijken van, ja, hoe zou ze dan op die stoel gezeten? Kijk, ze zat waarschijnlijk gewoon hier, want ik neem aan dat ze de stoel niet zo hebben neergezet. En dat zij zo in die kamer is, dat zou voor de Engelandvaders. Dus, ik neem aan dat ze dus gewoon hier gezeten heeft. Dus misschien, u zit daar een beetje aan de kant, laat ik even zien. Kijk, hier zat ze dus. En voor u, ik loop wel even zo langs u heen, dat u dat even kunt zien. Mensen daar achteraan, hier. Dus hier, hè, niet hier. Ik zal even laten zien waar ze niet gezeten heeft. Ze heeft dus hier ook nooit gezeten, maar hier. Dus dit is de stoel van Wilhelmina. Ik heb wel begrepen, u heeft misschien de discussie ook gevolgd, dat die collecties die breiden zich zo enorm uit vandaag de dag, dat ze zijn ook dingen aan het afstoten. En ik heb mijn oogje al laten vallen op deze stoel. Dit is in 1958... de klas waar ik in zit. Ik zal u ook meteen even laten zien. Kijk, dat ben ik. En dit is mijn buurmeisje Annemarie Beulink. Dat is ook de enige die ik van deze hele foto ken. En dit is het enige gezicht wat mij heel erg bekend voorkomt. En voor de rest zegt het me allemaal niets. Dit was klas 1E van het Zaanlands Lyceum in Zaandam. Ik zat op het Zaanlands Lyceum. En het Zaanlands Lyceum had ook een schoolvereniging voor leerlingen. De Zaanlands Lyceumvereniging, ZLV. Als eerste en tweede klasser was je aspirant lid. Pas in de derde klas werd je volwaardig lid van ZLV. Ieder jaar was er een aspirantenfuif, een feestavond. En de avond bestond uit optredens voor en na de pauze, verzorgd door de aspiranten zelf. Er waren aan die optredens, het was een beetje competitie, een beetje de X-factor, waren drie prijzen verbonden. Je had de eerste prijs, de tweede prijs en de derde prijs. Er was bal na onder leiding van Diederik Horen. Diederik Horen was directeur en oprichter van de dansschool Diederik Horen. Zich aangemeld voor het optreden hadden zich, vind ik een beetje een wonderlijke zin, ik heb hem net nog even nagelezen, maar volgens mij klopt die wel. Zich aangemeld voor het optreden hadden zich meerdere acteurs met een komische eenakter, ook wel sketch genoemd, een goochelaar, een trompetist, een harpiste, een buikspreker, iemand die Doris nadeed, iemand met een papegaai die zich achterover liet vallen en dan van onderen riep, een accordeontrio. En er staat me nog vaag iets bij van een buikdanseresje, maar dat lijkt me typisch iets wat ik verzonnen heb. Ik wilde dolgraag meedoen, maar de bedoeling was dat je iets kon. En ik kon niks. Nu had ik begrepen dat deze talentenjacht in wezen een variétéavond was. En bij een variétéavond had je altijd een conferencier die de nummers aan elkaar praatte. En een conferencier is altijd iemand die niks kan. Tenminste, het was geen variétéartiest.
die iets kan. Ik zal u even laten zien wat een variété-artiest is. Om te beginnen met Fred Kaps. Ik zet hem even stil, je kan zien dat dit echt rechtstreeks vanuit het theater komt na de televisie. Want hij gooit dan dat zoutvaatje weg en ja, dat geeft hier geen effect, want dat valt gewoon buiten het kader. Maar in de zaal zit je met je ogen, maar dat zoutvaatje is weg. Begrijpt u? Dat zien wij niet, dat is opmerkelijk. En voor de rest, ja, hij heeft alle tijd, meet het breed uit. We gaan... U zag dat u hier ook een paar keer in de problemen kwam. Dat zie je op televisie heel scherp in de zaal. Fred Kaps is drie keer wereldkampioen geweest. Fred Kaps straalt op in de Ed Sullivan Show. Dat zou het hoogtepunt van zijn loopbaan worden. In Amerika, coast to coast, de Ed Sullivan Show. En wie trad er op diezelfde uitzending voor het eerst in Amerika in de Ed Sullivan Show op? De Beatles. Sneu voor Fred, hij heeft het... volkomen onopgemerkt is zijn optreden voorbij gegaan. Iedereen, ik geloof dat de Beatles nog een tweede keer terugkwamen in het programma. Fred is overgeslagen. Dit... Wat wij nu gaan zien, dat is eigenlijk de basic variété-artiest. Dat is Toby Rix met zijn Toeterix. Ja, dat u deed ook al even. Dat nummer dat zat zo goed in de. Elke keer op hetzelfde moment schopte hij dat ding. En elke keer zat het publiek zo. Tot het publiek het ook zelf 8 keer gezien had. En toen is hij naar Duitsland gegaan. Nou ja, wij ons maar afvragen hoe verzint die Toby Rix dat. En toen zag ik niet zo lang geleden, ja heel lang geleden al. Werden wij opmerkzaam gemaakt op een Amerikaan. En die heette Spike Jonze. En die deed voor de oorlog, deed hij al, of na de oorlog, deed hij dit. Kijk, bij die... Knal had die broek gelijk. Dat ging niet goed. Dus helpt de man. En hij is allemaal nog uit het...
Nou ja, het is niet zo aardig om Toby Rix zo weg te zetten. Hij heeft ook nog een hele hoop dingen zelf verzonnen. Maar hij geeft ook grif toe dat Spike Jonze zijn grote held was. Dus ik meldde mij aan bij de organisatie en bood aan de variété of de talentenjacht aan elkaar te praten. Maar dat was niet nodig, zeiden ze. Ze deden al jaren zo en dat was tot nu toe altijd goed gegaan. Ik was al teleurgesteld op weg naar de deur toen iemand vroeg, maar wat ben je dan van plan? Nou, zei ik, moppen vertellen en een paar liedjes zingen. Mijn broer was 2 jaar achter elkaar met heimwee uit een Nederlands-Christelijk studentenvereniging kamp teruggekomen, met mee te nemen van een paar kampliedjes die hem, door ze aan mij te leren, weer iets van zijn trots hadden teruggegeven die hij in het kamp had achtergelaten. Toen God de wereld had geschapen, eerst de hondjes, toen de apen, schiep hij de mens zo wijd en zij befaamd. En Adam werd de eerste mens genaamd. Adam, Adam, kiele, kiele, Adam, 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 kiele, kiele, hop, sa, sa. Het eerste couplet was eruit. En ik haalde adem voor het tweede couplet toen een meisje van het bestuur zei, nou, we zullen er nog eens over nadenken. Kom de volgende week maar terug. En eind februari 1958 fietste ik naar een zaal die net buiten Zaandam lag in Koog aan de Zaan. Net onder de spoorweg naar Purmerend door. Net voorbij de Waddenbuurt had je een zaal en die heette de Wadden. Dat was dit gebouw. Ik weet niet of ik me verkleed had. We hadden het net voordat we begonnen nog even, hè, maken mensen mij opmerkzaam op hoe ik eruit zie. Wat altijd heel erg vriendelijk is. En ja, ik ben nog van een ouderwetse stempel. Dat ik vind, als je je presenteert aan het publiek, dan moet je een klein beetje verkleed zijn. En nou, ongetwijfeld had ik mijn strikje voor. Hij is een beetje geblokt, maar zo ongeveer moet ik er uitgezien hebben. Dus dit is die zaal, de Wadden, van de andere kant. En ik loop dus op. Een ventje met een enorme snottenbel zit in de tram met veel bismaar snorkelend zijn neus op te halen. Tegenover hem zit een deftige dame zich dood te ergeren aan het gesnotter. En ze zegt, knaap, heb je geen zakdoek bij je? Waarop de kwajongen zegt, ik mag niks uitlenen van mijn moeder. En dan nu, dames en heren, helemaal uit China, de wereldberoemde goochelaar Fu Yonghai. En dan kwam die goochelaar op en die deed zijn van Fred Kaps afgekeken act in een Chinese mantel. En als hij klaar was, rende ik op en ik zei, een pastoor is aan het tennissen met de non. En elke keer als hij langs de bal slaat, roept hij, verdomme mis. De non vraagt hem daarmee op te houden, maar de pastoor is zo fanatiek dat hij het niet kan laten. Verdomme mis, verdomme mis. De non waarschuwt de pastoor dat Gods straf niet uit kan blijven als hij zo doorgaat. Maar na weer een keer, verdomme mis, betrekt de hemel. En een bliksemflits schiet uit het wolkendek en treft de non. De pastoor hoort een stem van boven die roept, verdomme mis. En dan nu de papegaai Fortman. Dat was mijn eerste eigen verzonnen woordspeling naar aanleiding van Wim Kan. En dan nu de papegaai Fortman met zijn charmante begeleidster Angelique Plomp. En dan zong ik een liedje. 'S morgens vroeg zit Van der Lubbe in de kroeg bier te hijsen, schuine liedjes uit te krijsen. Nu moet hij sterven gaan. Jantje, Liesje en moeder zijn met de trein op weg naar oma. Op zeker moment vraagt het meisje aan moeder, hoe heette dat laatste station waar de trein stopte? Oh, dat weet ik niet hoor, zegt moeder terwijl ze uit haar tijdschrift opkijkt. Hoezo, vraagt ze, waarop het meisje zegt, nou, daar is Jantje net uitgestapt. Er komt een man bij de kapper met 3 haren en de kapper vraagt, wat mag het zijn? En de man zegt, lekker kort en een scheiding aan de linkerkant. De kapper pakt zijn kam, trekt die door haren en zegt, o jee, er blijft een haar aan mijn kam hangen. Wat moet ik nu doen? O, zegt de klant, doe maar een middenscheiding. De kapper haalt zenuwachtig de kam door het haar. O jee, zegt hij. Waarop de klant zegt, toch niet weer een haar eruit, hè? Ja, zegt de kapper, u heeft nog 1 haar over, wat moet ik doen? O, zegt de man, gooi het nou maar in de war. En dan kwam het lied van Johanna. De eerste prijs die avond ging naar de goochelaar.
Ik viel ondanks veel bijval van het publiek niet in de prijzen, omdat ik niks kon. Maar toen ik naar huis fietste, was ik volkomen zeker van mijn zaak. Ik zou conferencier worden, want het mooie daarvan was dat je niks hoefde te kunnen. Omdat Nederland pas in 1940 uit zijn neutraliteitsdroom werd gewekt en het eind jaren 40 zijn belangrijkste kolonie verloor, werd het noodzakelijk de blik te verruimen. Begin jaren 50 kwam op initiatief van Robert Schuman de Europese Kolen- en Stalengemeenschap tot stand, die de vrede in Europa tot doel had. Oorlog tussen de twee eeuwige kemphanen, Frankrijk en Duitsland, moest... Geen enkel idee waarom dit stukje ertussen staat. Er zal wel iets misgegaan zijn met de tekstverwerking. Paul Nipkow werkte al vanaf het laatste decennium van de 19e eeuw aan zijn Nipkow-schijf, zoals hij natuurlijk later genoemd. Hij begon niet te... Deze vormde de basis voor zijn elektrische telescoop. In 1885 werd hem hiervoor het patent verleend. Tijdens de Olympische, begin jaren 30 kwam het eigenlijk pas een beetje goed, al was er altijd nog een probleem met synchroniteit tussen de zender en de ontvanger. Tijdens de Olympische Spelen van Berlijn in 1936 is voor het eerst gebruik gemaakt van televisie. In 1940 is al de eerste kleurentelevisie-uitzending. Zowel in Engeland als de Verenigde Staten zijn tijdens de oorlog, ik weet niet precies om wat voor reden, televisie-uitzendingen gestaakt. In ons land was het probleem dat wij hadden hier minister-president Drees. Dat was ja een socialist, maar eigenlijk een Calvinist. Want we zaten nog zo in de wederopbouwdoctrine op dat moment, dat die luxe, dat vond Drees eigenlijk niks voor de mensen. Er moest gewerkt worden, er moesten huizen gebouwd worden en er moest vooral niet maar roekeloos geld worden uitgegeven. Heel anders dan tegenwoordig. Ik weet niet wat precies het verschil is tussen de economie toen en nu, want nu, als het slecht gaat, dan moeten we opeens verschrikkelijk veel geld uitgeven. En toen moesten we vooral zuinig zijn. Een televisie, zeg ik er even bij, voor de jonge lui, kostte in die jaren 1000 gulden. 500 euro, maar een veelvoud ervan eigenlijk. Pas nadat de president-directeur van Philips, Frans Otten geheten, pas nadat deze naar Den Haag was gegaan om te zeggen, luister eens, als jullie die televisie in Nederland niet invoeren, dan gaat Philips failliet, begon het een beetje te lopen. Dus het feit dat wij televisie zijn gaan kijken, komt voort uit puur, dit is de heer Drees, komt voort uit, dit is de heer Otten, komt voort uit chantage. Bij het Utrechtse dorpje loop ik aan de lek, worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van Nederlands eerste televisiezendmast. De zender, die een actieradius zal krijgen van 65 kilometer, zal van hieruit het dichtstbevolkte gedeelte van ons land bestrijken, waarin de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht liggen. Voor de oorlog hadden ze in Eindhoven al geëxperimenteerd natuurlijk. Philips was er helemaal klaar voor. En direct na de oorlog begon Philips met uitzenden. En in een straal van 40 kilometer rond Eindhoven kon je vanaf dat moment televisie kijken. Erik de Vries die was samen met Wim Kan tijdens de oorlog werkzaam aan de Burma-spoorlijn. En daar wil ik graag even iets over vertellen. Elke morgen dat ze daar op appel kwamen, vroeg de kampcommandant aan het einde van zijn korte toespraak, of soms lange toespraak, aan de gevangenen of zij het begrepen hadden. En dan hadden ze geleerd dat ze zouden roepen, uit één mond, Wakiri Mashita. Dat betekent, wij hebben het begrepen. Na de oorlog, halverwege de jaren 60... werd Erik de Vries, die dus een pionier was op het gebied van televisie bij Philips, uitgenodigd door Sony Japan. Ze hadden iets bedacht en ze wilden dat graag, ter ere ook van zijn werk, en misschien ook nog wel van andere dingen, dat weet je niet, wilden ze hem dat laten zien. En natuurlijk was daar sentiment om niet te gaan, nooit meer iets te maken willen hebben met die verschrikkelijke Japanners. Maar Erik ging, ondanks zijn bedenkingen.
En in een soort zaal als dit, collegezaal, waar veel belangrijke mensen bijeen zaten, waaronder de directie van Sony, was Erik de eregast. En voordat men begon aan de demonstratie, vroeg men aan hem of hij een vertaler nodig had. Nee, dat is geen enkel probleem. En er werd hem iets uitgelegd, tamelijk ingewikkeld, met kleurentelevisie of wat voor toepassing dan ook. Hij begreep er geen snars van. Maar toen hem aan het eind gevraagd werd, zei hij uit volle borst, Wakiri Mashita. En er viel een diepe stilte in de zaal. En zo had hij zijn gram gehaald. Het was niet alleen het probleem van Drees, de komst van de televisie, maar wonderlijk genoeg was het ook het probleem van de omroepverenigingen. Ze waren er eenvoudigweg helemaal niet klaar voor. Ze hadden allemaal radiomensen in dienst en dat was voor de televisie geen gezicht. Dus er moest een totale verandering komen in de geest. Het mooie, en dat is de zegen voor de bioscoop en voor ons filmkijkers, dat de film is begonnen silent, zwijgend. Dus je moest simpelweg proberen met beelden uit te drukken wat je wou zeggen. En televisie is natuurlijk vanaf het begin af aan, door dat geluid wat erbij was, talking heads geworden. Altijd maar van die hoofden in beeld, die zitten te... Het is eigenlijk radio met een plaatje erbij. Maar goed, er was een vooral ook een heel erg moreel probleem bij de omroepverenigingen. En dan begrijp je ook wel meteen, want het was nog een zuilensysteem, meteen bij welke, zowel de NCRV als de KRO. Ik laat u even een fragmentje horen van de directeur, de voorzitter van de KRO, die het volgende beweert. Luisteraars, wie gij ook zijt, een zwerver langs Gods wegen, een huismoeder die haar werk even terzijde legt, een zakenman of een priester die op dit ogenblik naar mij luistert, tot allen richt ik mij, nu ik als voorzitter een kort woord ga zeggen over onze eigen katholieke radioomroep. We hebben te strijden tegen de boze geesten in de lucht. Van daaruit worden dwaling, ongeloof, verkeerde zedelijke opvattingen uw huizen binnengevoerd. Daarom moet onze katholieke radioomroep voor u allen zijn en blijven een vriend en een huisgenoot. Ik vind het zo mooi dat hij zegt katholiek. Katholiek. Hoe was dat in de Verenigde Staten gegaan? Het percentage huishoudens in Amerika, daarin groeide het televisiebezit tussen 1950 en 1960 van 10 naar 97%. Aanvankelijk dus, toen die 10% nog maar in de bezit was van een toestel, domineerde de hoge cultuur. Leonard Bernstein en Arturo Toscanini dirigeerden rechtstreeks vanuit Carnegie Hall. Er werden stukken van Shakespeare integraal op de televisie uitgezonden. Er werden balletten van Tchaikovsky uitgezonden. En de opera Amal en The Night Visitors werd speciaal voor televisie gecomponeerd. Maar naarmate het bezit van de kijkkasten zich uitbreidde, werden de netwerken, zoals de omroepen in Amerika heten, NBC, ABC en CBS, gedwongen zich te gaan richten op een breder publiek. En zo drong de lage cultuur het medium binnen. In november 1960 zei deze meneer, luisteraars, dat was Pat Weaver, Sylvester Pat Weaver, voormalig baas van NBC. Hij zei hierover in de Denver Post, ik heb, dat begrijpt u, echt alles eraan gedaan om u zo goed mogelijk te informeren. De Denver Post: televisie is van een diversiteit van meer dan een dozijn vormen gegaan naar 2. Nieuws en Hollywoodverhalen. En dat ligt louter aan het management. Men, want gisteren hadden we het even over waar komt dat men nou vandaan, maar dat is dus een afkorting van management. Men geeft de mensen niet wat ze verdienen. En dan zegt deze Pat Weaver, ik heb geen enkel vertrouwen in het medium zoals het zich nu ontwikkelt. Misschien kunt u zich herinneren, de tweede aflevering hadden we een gesprek. Ik benadruk nogmaals hoe verstandig het is om alle afleveringen te volgen. En vanaf morgen zijn de paspartouts alweer goedkoper.
In het gesprek met Jacques Kleuters kwam even aan de orde het historisch besef van de jeugd. En daarbij passend de opmerking van de oudere garde dat vroeger alles beter was. Ik werd even uitgemaakt voor een grumpy old man, omdat ik beweerde dat de jeugd van tegenwoordig niet wortelt, niet aardt, geen verbinding meer heeft met de ontwikkeling. Dat wil ik graag nuanceren. Na de Tweede Wereldoorlog heeft onze maatschappij zich razendsnel ontwikkeld. We hebben ons nogal in die periode gespiegeld aan de Amerikaanse samenleving. En het was natuurlijk ook een van de bedoelingen van de Marshallhulp dat wij, het was niet alleen altruïstisch, maar dat wij ons ook vooral zouden richten op de Verenigde Staten om allerlei dingen aan te schaffen en te kopen. Die ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de geest nu mede dankzij de nieuwe media kinderen al in het tweede, derde levensjaar gebrainwashed worden. Kinderen hechten inmiddels zo'n belang aan triviale zaken dat ze er niet meer toekomen zich waardevrij te oriënteren op wat van belang is en wat niet. Alleen wat kan rekenen op de aandacht van velen is tegenwoordig van betekenis. En de media werken van harte mee aan dit dictaat, ze bestaan ervan. De nieuwe James Bond, Star Wars, domineren wekenlang de talkshows en roddelprogramma's. Rembrandt, Van Gogh, Jeroen Bos kunnen zich verheugen in een nimmer aflatende aandacht, alsof het om spijkerbroeken of frisdrank gaat. Het kleine, vaak de kiem van het nieuwe, fris, wordt in de kiem gesmoord. En zo ontstaat er heel langzaam een monocultuur waarin succes hebben en winnen het hoogste goed zijn en persoonlijke ontwikkeling en levenskunst verwaarloosd worden. Neil Postman, schrijver van de bestseller Amusing Ourselves to Death, beweert op een bijeenkomst in 1984 op de Frankfurter Boekmesse, waar het onderwerp is 1984 van George Orwell, dat Brave New World van Aldous Huxley dichter bij de voorspelling van de toekomst zit dan George Orwell. Waar Orwell een samenleving beschrijft die wordt onderdrukt door een alom aanwezige staat, zegt Huxley dat de mens zich laat onderdrukken door zijn verslaving aan amusement. Maar deze Neil Postman in zijn boek Amusing Ourselves to Death, die zegt de vorm van het medium de inhoud beperkt. Dus dat is iets anders dan de medium, is de message. De vorm van het medium beperkt de inhoud. De boodschap kan bij het medium televisie uit de aard van de zaak nooit groot zijn, is eigenlijk wat hij wil zeggen. En als we naar het televisiejournaal kijken, wordt die opvatting natuurlijk bij voortduring bevestigd. Want dat is natuurlijk wat wij daar in 20 minuten krijgen voorgeschoteld, maar een armzalig surrogaatje van wat je dagelijks in een gedrukte krant kan lezen aan overzicht, aan analyse, aan breedte en aan diepte. Dan heb ik het nog niet eens over de afsluiting van het journaal elke dag met het weerpraatje. Waar wij als toeschouwer als een maloot worden behandeld door iemand die zichzelf ook malote gemeente moet gedragen, terwijl de wereld al jaren tendeert naar een enorme klimaatsverandering en de wetenschap ook duidelijk heeft aangetoond dat dat gaande is, wordt daar al sinds jaar en dag in het weerbericht geen woord aan besteed, want dat zou de prettige stemming wel eens kunnen verstoren. En er wordt ook nog altijd door meteorologen die een universitaire opleiding hebben gevolgd gesproken over mooi en lelijk weer. Dat kan niet, dat bestaat niet. Ik ben blij dat ik dat nog eens een keer gezegd heb mogen hebben. Nou ja, het is duidelijk dat een heel groot deel van de mensen het nieuws dus ook niet anders meer tot zich neemt dan via de televisie. En dus volkomen misgeïnformeerd is. En het probleem van een democratie is dat de slecht geïnformeerde net zoveel stemkracht heeft als de goed geïnformeerd. Sven Birkert, en nu heb ik het even over iemand uit onze tijd, u houdt zijn foto te goed, is een van de eerste die in een boek van hem, dat heette de Gutenberg Elegies in 1994, waarschuwt tegen de gevaren van internet. In zijn analyse, waarin hij richting het Faustiaanse gaat, zegt hij, wij,
de gebruikers van iPhones, laptops en iPads. Wij hebben onze ziel, die we zouden moeten voeden met diepzinnigheid en existentiële twijfel, verkocht aan de duivel in ruil voor snelle informatie. Snelle informatie die de suggestie wekt dat wij totaal op de hoogte zijn. Ik verzin het niet zelf hoor, dat is van Sven Birkert, hè, dat u niet denkt, nou. Dat is goed bedacht. Daar waar wij kennis zouden moeten verwerven door een eigen zoektocht langs bronnen en theorieën die inzicht vergen, drukken we op een knop en wij krijgen binnen 1 seconde 1.643.423.000 antwoorden op onze vraag voorgeschoteld en we moeten daaruit kiezen. En nemen meestal het bovenste. Het tijdvergende verticale van de bibliotheek wordt vervangen door het vliegensvlugge horizontale van de databank. Ieder moment van innerlijke overweging wordt onderbroken en het concept van het onbekende wordt ongedaan gemaakt door Google. Om kort te gaan, is het de geest die denkt om het denken zelf tegenover de geest die zich richt op de praktische oplossing. U kunt dit allemaal nog eens nalezen op uw gemak op teletext. Technologie heeft ons denken veranderd. De toegenomen behoefte om te multitasken heeft fysiek invloed op de hersenen. Studies hebben een afnemend vermogen om ons voor langere tijd te concentreren aangetoond. De vraag is dus, gaat het brein atrofiëren en ondergaat het een metamorfose? Wij zijn als westerse mensen al heel ver afgedwaald van de simpele strijd om het bestaan. Wij maken onze eigen kleren niet meer, wij maken ons eigen eten niet meer, wij zien geen verband meer tussen wat we eten en waar het vandaan komt. En heel langzaam zijn we aan het evolueren naar een mens die zich makkelijk laat manipuleren. Abortus, euthanasie, genetische manipulatie, ingrepen in het brein, kunstmatige intelligentie. We streven naar een volmaakte mens. Een mens die niet meer hoeft te kiezen. Het grappige is, van die waarschuwing van televisie aan het begin waar we zo om moeten lachen, als die pater dat zegt, die is maar dan ook volkomen uitgekomen en het is allemaal nog veel erger. De schone droom van de volksverheffing is een nachtmerrie van infantiliteit en stomzinnigheid geworden. Tot zover mijn betoog over de gevaren van televisie en internet. En ik moet er meteen bij zeggen dat ik er dagelijks met volle teugen van geniet. Even terug halverwege de jaren 50, want bij ons thuis kwam er om voor voorgenoemde reden, kwam de televisie er niet in. Mijn vaders waren bereid het achterhoedegevecht te leveren en dwongen ons naar de buren te gaan waar wij het volgende zagen. Hier ziet u Agnes Scherphuis en dat is Piet Reumer. En van haar, ja, ik heb die naam opgezocht, maar dat heeft geen zin om die dan te noemen, want ik ken haar niet meer, dus die blijft dan onbekend. Dus ik zat intussen bij de buren deze series te volgen en ja, ik kan me er alleen maar van herinneren dat je weg was van de wereld. Het maakte helemaal niet uit of Pipo nou wel of niet leuk was. Je zat gebiologeerd te kijken naar dat bewegende beeld in die huiskamer. Je zat ook bij vreemde mensen. Aanvankelijk was dat een beetje ongemakkelijk, maar al snel paste je aan. In 1953 waren er in Nederland 1000 televisietoestellen in omloop en er werd in die tijd 4 uur per week uitgesteld.
uitgezonden. Dan is er een doorbraak. En ja, dan kom ik even bij onze speciale gast van vandaag. En ik vraag u daarvoor alvast een applaus te geven aan Mies Bram. Want... want Mies, jij was op de E55 presentatrice van een televisieprogramma. Ja. Zeker. En Wim Kan deed daar ook iets? Op film. Oh, niet elke dag. Nee. En dat was een presentatie. Omroepster was ik daar. Geweldig. Mijn hele leven ben ik daar omroepster geweest. Dat was de nationale... energiemanifestatie in Rotterdam. Dat was een enorm spektakel waarin Nederland zich presenteerde. Laten we zeggen, de wederopbouw was voltooid en nu gingen we er echt tegenaan. We gingen groot worden. Vanaf 1956 ging ik regelmatig mensen lastigvallen door bij hen televisie te gaan kijken. Daarvoor, toen ik nog niet durfde aan te bellen, keek ik wel eens ongegeneerd naar binnen tussen de gordijnen door. Het was eigenlijk heel gênant dat je bij wildvreemde mensen in de huiskamer ging zitten. De uitzendingen waren vooral 's avonds, maar op woensdagmiddag was dan het kinderuurtje. Ik herinner me dat ik met mijn vader nog eens bij een wildvreemd iemand in de Frans Halstraat heb gekeken naar een cupfinal. Televisieamusement, dat was tamelijk kneuterig met één uitzondering. En u heeft hem al een paar keer even zien langskomen. Dat was dankzij... deze man dat het bijzonder werd. Ik laat het applaus expres even uitklinken. Dit is Doris. Een type van Tom Anders. Tom Anders was de broer van Kees Manders. Kees Manders had een paar nachtclubs op het Torbekkeplein. En Doris is daar in een kelder, in een van die panden, een soort club, een café begonnen. Dat heette Saint-Germain-des-Prés. Aanvankelijk was hij daar alleen maar een beetje gastheer. Maar heel langzaam vormde zich dat type Doris, een beetje een type tussen Jacques Tati en Charlie Chaplin in, die met een beetje plat Amsterdamse accent de mensen een gezellige avond bezorgde in een, ik weet ook niet hoe hij op dat idee is gekomen, in een Franse, vooral Parijse sfeer, Saint-Germain-des-Prés. Tom Anders had een opleiding als reclametekenaar. Heeft heel veel affiches ontworpen voor Carré, Circus Strasburger, voor Theaterplezier met Toon Hermans. En uiteindelijk is hij dan die artiest geworden in Saint-Germain-des-Prés, waar hij heel veel mensen liet debuteren. Mensen als Henk Elsink, Jan Blazer, Sacha Denison liep daar rond. Het was een programma. En wat hij deed, ik laat u nu een nummer zien, wat André van Duin later is gaan doen, dat playbacken, daar was Doris ook al heel, op zijn manier heel erg mee bezig. En wat ik er zo fantastisch aan vond, was dat hij probeerde visuele grappen te maken. Dus dit is dit. U zag daar eventjes links in beeld Cor Stijn, dat was zijn vaste begeleider op het Hammondorgel. Meneer Stijn, meneer
Meneer Korstijn, zeker. Dank u wel. Bemoeit u zich er rustig mee, dames en heren. Met elke nuancering zijn wij blij. Hij heeft heel veel van deze shows gemaakt. Hij is eigenlijk een beetje uitgepeest, uitgebeend. Hij wilde elke keer ook iets nieuws verzinnen. Het ging niet zo goed met Saint-Germain de Pré. Hij is naar Rotterdam gegaan. Daar heeft hij nog één keer een enorme triomf gevierd met een meisje dat Pussy Mau zong bij hem op schoot. En hij is op 57-jarige leeftijd overleden. Een beetje tragische, vergeten figuur. Onderschat, vind ik. Op 17 december 1958 liep ik de Parkstraat uit richting Provinciale Weg en sloeg vlak voor het bruggetje rechtsaf de Valkstraat in. En even later sloeg ik rechtsaf de Lange Straat in. Hoewel ik ruim op tijd was, ging ik steeds sneller lopen. Al weken verheugde ik mij op de rechtstreekse uitzending van de eerste one-man show van Toon Hermans, waarvan het succes met een lange serie in Carré bestempeld was. Nu wist ik wat ik wilde. Ik wist wat ik wilde, conferencier worden, was het eigenlijk niet meer dan eens kijken hoe een collega het eraf bracht. Ruim van tevoren om niet het gevaar te lopen wat wel eens voorkwam, dat je niet welkom was bij de buren, omdat het niet schikte, was afgesproken dat ik bij de familie Kerver in de Lange Straat zou gaan kijken. Ik belde aan en meneer Kerver, oud belijdeniscategezant van mijn vader, inmiddels opgeklommen tot filiaalchef van V&D in de Kalverstraat, deed open. De televisie stond in de achterkamer. Hij stond nog niet aan, wat mij een beetje zenuwachtig maakte. Er hing een koekoeksklok die duidelijk aangaf dat het over 4 minuten zou beginnen, als hij gelijk stond tenminste. Mevrouw Kerver vroeg of ik een kopje thee bliefde. Ik schudde mijn hoofd. Iets anders misschien, ik schudde weer mijn hoofd. Ik dacht, zet dat ding nou maar even aan. Maar zeggen deed ik niets. Ik was de gast, ik had maar af te wachten of ze de televisie aan zouden zetten. Er waren duidelijke afspraken over gemaakt, maar ja, als zij opeens geen zin hadden om het ding aan te zetten, hoe kwam ik hier dan weg, zodat ik misschien ergens anders nog even kon gaan kijken, of misschien op straat tussen de gordijnen door. Dan miste ik wel het geluid, maar dat was bij Toon Hermans niet zo belangrijk. Thuis hadden we een boekje geschreven door meester Elias, en dat ging over Toon, over zijn leven in Zandvoort met zijn vrouw en zijn kinderen. En daar zaten hele trefzekere tekeningetjes bij, die Toon zelf getekend had. En sindsdien probeerde ik die ook na te tekenen. Ik stond nog steeds. Het echtpaar Kerver, dat kinderloos was, scharrelde in de keuken. Ik deed 2 stappen naar voren en boog mij wat voorover om te kijken waar de schakelaar zat. Ik zou natuurlijk in 1 keer alles kunnen bederven door op de verkeerde knop te drukken, waardoor de hele afstemming ontregeld werd en meneer Kerver na eindeloos zoeken naar het juiste kanaal tenslotte uit zou komen op iets waar we totaal niet op gerekend hadden. Het zweet brak mij uit. Wil je echt geen thee? Vroeg mevrouw Kerver. Ze had het doorgeefluik vanuit de keuken opengeduwd en zag mij gebukt voor de televisie staan. Ach Cor, zet jij de televisie even aan voor de jongen. Ik deed 2 stappen naar achteren. Eindelijk, het stond te gebeuren. Cor, klonk de stem van mevrouw Kerver, waar ben je? Ik hoorde een wc doortrekken. Ik kan niet eens meer even rustig naar de wc in mijn eigen huis. Ach, toen we afspraken had het de Kervers zo leuk geleken als ik kwam kijken. En mevrouw Kerver had gezegd, oh wat leuk, en hij wil later zelf ook artiest worden. Nou, zei mijn moeder, die andere plannen met mij had, dat zal wel overgaan. Nee, maar dat is prima. Leuk, zei meneer Kerver, want dan staat de televisie tenminste aan. Wij waren zelf niet van plan te gaan kijken, maar ja, dan staat zo'n toestel er maar. En je hebt het niet voor niks gekocht. Als er wat is, moet je kijken, vind ik. Maar ja, aan de andere kant wil je ook weer geen slaaf zijn van dat ding. Want dat heb ik meteen gezegd, we nemen er één, maar wij blijven de baas. Wil je nog een plakje cake, vroeg mevrouw Kerver door het luik. Nee, dank u. Laat hem nou eerst maar even kijken, zei meneer Kerver. Dan krijgt hij vanzelf trek in cake. Tenminste, dat heb ik altijd. Na een half uurtje wil ik wat te knabbelen hebben. Heel gek.
Als ik niet kijk, heb ik dat totaal niet. Maar zodra ik ga zitten kijken, dan begint er iets te rommelen in mijn maag. De kerver had intussen op de magische knop gedrukt. Het geluid was al hoorbaar en ik hoorde Toon zingen. Op mijn kolderzolder danst een ragebol, een echte rock'n'roll. En heel langzaam komt het beeld op en daar is hij, Toon Hermans. De heer Kerver blijft nog even naast me staan en liep daarna naar de voorkamer. Zijn vrouw kwam binnen en vroeg, wil je niet liever gaan zitten? Ik probeerde intussen het lied te volgen waar ik al iets te laat ingevallen was, dus ik verstond haar niet. Ach Cor, geef jij die jongen even een stoel. Hij lijkt me groot genoeg om zelf een stoel te pakken, zei Cor. Toen ik zo oud was als hij, pakte ik mijn eigen stoel. Ook bij vreemden, wilde mevrouw Kerver weten. Ze stond vlak naast me met een bord waar 2 plakken cake op lagen. Pak maar, zei ze. Ik nam een plak cake. Ik dacht dat jij geen cake bliefde, zei ze. Nee, maar u zei neem maar een plak. Nee, ik bedoelde pak maar een stoel. Oh, pak. Ik legde de plak cake terug op het bord. Nee, neem hem nou maar, want je hebt er nou met je vingers aan gezeten. Af en toe hoorde ik het publiek schateren, maar de grap ontging me. Hij zat nog steeds in zijn liedje. Koekoe, 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 koekoe. Ik weet nog hoe ik na afloop naar huis huppelde. Ik had iets magisch gezien. En mij was nu ook geheel duidelijk welke kant ik op wilde als artiest. Geen conferencier, maar Toon Hermans. Er was 1 nummer dat ik geniaal vond, omdat het nergens over ging en tegelijkertijd de mensen aan het huilen van het lachen maakte. U raadt nooit wie op die stoel gezeten heeft. Daar heeft mijn zuster op gezeten. Ja, u zult zeggen, wie is jouw zuster dan? Mijn zuster, dames en heren, is een toneelspeelster. Maar mijn zuster, dames en heren, die heeft het gepresteerd om in een toneelstuk 3 uur lang op die stoel te zitten. Nou, dat is wat, zeg. Om 8 uur ging het doek open, toen zat ze er al. En om 11 uur zat ze er nog, zeg. Er waren mensen in de zaal die hadden zelf gezeten en die zeiden, nou, zoals zij daar zit, zou ik toch niet gezeten. En mijn zuster heeft hier gezeten. Hè? Ik hoop dat u het kunt zien. Ik zal het u even laten zien. Kunt u even kijken? Zal ik het even laten zien? Ook boven, dames en heren, op het balkon. Hier zat ze, mijn zuster. Hè? Ik vind het leuk als u het nog ook even kunt zien, hè? Hier zat ze, mijn zuster. Hier niet, hier niet, hier niet. Dus hier hoeft u niet te kijken. Hè? Nou, u kunt er wel kijken, maar ze heeft er niet gezeten. Ik zal u laten zien waar ze niet gezeten heeft. Onvoorstelbaar. Ik heb trouwens leuk. Ik had het hier met iemand over. En die zei. Mijn vader en Toon. Die brainstormden samen. Nooit geweten. Die vader kreeg zelfs. Per show 200 gulden van Toon. Vanwege zijn bijdrage. En bij deze mensen. Zijn filmpjes van Toon gemaakt, Super 8 zonder geluid. En op een van die filmpjes zie je hoe hij samen met die man bezig is een nieuw nummer te ontwikkelen. Hier zie je Toon met Rietje, met zijn vrouw. En dan laat ik hem even lopen. Er is geen geluid bij. Behalve de familie bent u de eerste die dit ziet. Ik denk zelfs dat Maurice Hermans niet eens weet dat deze beelden bestaan. Anders hadden wij ze niet uit mogen zetten.
Dit is dokter Schreuder, waar het om gaat, woont in Veghel. Het is ook heerlijk om even geen geluid erbij te hebben. Merkt u hoe beklemmend stil het dan opeens wordt? Open het dorp. Natuurlijk herinner ik mij dat. Wij hadden nog geen tv. We zaten op Walcheren in Vrouwenpolder. The story of my life. Altijd terug naar Zeeland. We zaten in een vakantiehuisje te Breezand. Dat was voorloper van het vijfsterren bungalowpark. We zaten daar een paar maanden tot het huis in Goes leeg zou komen, waar nu nog een dokter woonde die met pensioen zou gaan. Mijn vader was godsdienstleraar in Goes geworden van het Christelijk Lyceum voor Zeeland. Zijn strijd in Zaandam was gestreden. Hij had verloren van de ontkerkelijking. We gingen ook een beetje vanwege mij naar Zeeland, heb ik later begrepen. Ik was in de derde klas van de HBS blijven zitten en het leek kansloos voor mij om in Zaandam mijn middelbare school af te maken. Elke dag reden we over Noord-Beveland naar Goes. Dat vond mijn vader mooi. Het deltaplan, hij kon er maar niet genoeg van krijgen. Eerst de Veerse Dam over en dan bij Kamperland rechtsaf. De wegen waren spekglad vanwege de bietencampagne najaar. Dan reden ze met trekkers over de weg. Trekkers die eerder weggezakt waren in de klei als ze de bieten van het land haalden. En wat er aan klei in het profiel van de banden bleef hangen, reden ze er op de weg weer af. Open het dorp was een grote liefdadigheidsactie. We hebben het al een paar keer tijdens deze sessies hebben we het gehad over het offer. Abraham wordt op zeker moment gevraagd zijn enige zoon Isaak te offeren. Het offer is de bevestiging van een vertrouwensrelatie. Het merkwaardige in het geval van Abraham en Isaak was dat degene voor wie het offer bestemd was zelf bepaalde wat het offer zou moeten zijn. Als je toch van plan bent iets te offeren, doe dan je zoon maar dit keer. De moderne mens is het offer voorbij. Er is geen tijd en ruimte meer voor om na te denken wat je nou eens zou willen offeren. Kijk maar eens hoe snel zeer gewenste baby's de crash in verdwijnen. Ik heb daar verder geen moreel oordeel over, maar ik constateer het. Wat wij nog bereid zijn te missen is een bedrag aan geld dat we anders ook aan totaal iets zinloos hadden uitgegeven. Liefdadigheid, charitas. In het christendom heb u naaste lief en natuurlijk de barmhartige Samaritaan. In het socialisme vindt men het maar sentimenteel willekeurig gedoe en wil dat de overheid via sociale en andere zorg ervoor zorg draagt dat het voor iedereen hetzelfde is. De liberalen en dan vooral de Angelsaksen zijn van mening dat de mens maar voor zichzelf moet houden. En ze zijn bereid in bepaalde gevallen, wanneer het niet meer uitmaakt, ze nog hun leven nog een dag of twee te rekken. De zuilen kenden hun eigen liefdadigheid. Bij de KRO had je de Zonnebloem met Alex van Waaienburg. Ik weet niet of Alex... Ja, hier hebben we Alex van Waaienburg. En bij de NCRV had je, ik weet niet of deze meneer u nog iets zegt, Johan Bodegraven. En Johan Bodegraven had zo'n beetje één keer per jaar een hele grote radioactie, waarvan bekend was beurzen open, dijken dicht in 1953 voor de ramp. En op een zeker moment had hij een actie en die heette 4xZN. In de Bijbel wordt de liefde omschreven als zij zoekt zichzelf niet. 4xZN. Johan Bodegraven was de vleesgeworden gereformeerde schijnheiligheid waar mijn vader zo'n hekel aan had. Het Bijbelwoord misbruiken als soundbite. Je had van die handige evangelisten, die wisten de Bijbel zodanig te verdraaien dat het in hun kraam te pas kwam. Liefdadigheid bezorgt de gever de korte kick van morele superioriteit. Erg zielig wat u allemaal overkomt. Hier heeft u een paar euro om wat geliefelijker te creperen. Open het dorp vond plaats op 26 en 27 november 1962. Twee dagen, want de uitzending duurde 23 uur. Dokter Klapwijk, Arie Klapwijk, maar ik zeg liever dokter Klapwijk, want Arie, wat is dat nou voor een doktersnaam? Dokter Klapwijk was directeur van de Johannes Stichting Gehandicaptenzorg in de buurt van Arnhem. En het speelde, moet ik er meteen dan bij zeggen, in een tijd dat gehandicapten nog gewoon trap moesten lopen.
Ja, en als ze zo gingen staan van dat kan ik niet, dan werd er gezegd, je moet je niet aanstellen. De mentaliteit die de verzorgingsstaat lang in de weg heeft gestaan. En daar heeft dokter Klapwijk een einde aan gemaakt, samen met de AVRO, en ik had al eerder aan u voorgesteld, aan Mies Bouwman. Er moest een drempeloos dorp komen, een soort Disneyland voor gehandicapten. De bedoeling was dat de kijker het benodigde bedrag bijeen was en aanvankelijk hadden ze zeer, zeer bescheiden ingezet. Iedere Nederlander moest een beetje geld in een luciferdoosje doen en met dat luciferdoosje moest hij naar een van tevoren bepaalde kruidenier lopen. Ik heb er heel weinig van gezien. Af en toe een glimp hier en daar. Door het raam bij mensen naar binnen kijken en de onvermoeibare Mies maar zien redderen. En we hebben nog een uurtje in de pastorie van Vrouwenpolder met geluid erbij gekeken. En ik kan mij daar heel weinig van herinneren. En ik dacht voor deze serie, nou ga ik even naar beeld en geluid. En dan vraag ik de totale uitzending op. En dan ga ik eens heerlijk 23 uur achter elkaar naar kijken. Maar wat blijkt, er is niets meer bewaard gebleven. Ik zal u een paar dingen laten zien. Je hebt dit, dit zijn trouwens Mies en Arie. En ik laat u even zien wat er nog wel over is van deze actie. 24 uur lang is de Amsterdamse RAI het centrum geweest van een unieke actie ten behoeve van de stichting Open het Dorp. Zo groot was de toeloop dat politie buiten en binnen het gebouw de grootste moeite had om de orde te handhaven. Deze radio- en tv-actie van de AVRO ten bate van die lichamelijk gehandicapten voor wie geen revalidatie meer mogelijk is, werd geleid door Mies Bouwman, die de harten van het Nederlandse volk voor dit prachtige doel wist open te breken. In een ononderbroken stoet kwam een stroom van goede gevers die hele 24 uur lang naar het draaigebouw. Hartverwarmend was de spontaniteit waarmee jong en oud hun kleine of grote gaven kwamen aandragen. Vele ervan waren vaak in originele verpakking gehuld. Telkens weer verscheen Mies Bouwman op het podium om mededeling te doen van nieuwe bedragen die men had gebracht of telefonisch had toegezegd. En maar af en toe vond zij gelegenheid voor een ogenblikje rust. Onder de vele artiesten die de actie hun steun gaven was ook Wim Kan, die in het laatste uur van deze marathon op vrijmoedige wijze bij vier grootindustriëlen nog eens 100.000 gulden lospraatte. Mies Bouwman werd tenslotte door de initiatiefnemer van het dorp, dokter Klapwijk, die ook 24 uur in touw bleef, voor haar grote aandeel in de actie met rozen gehuldigd, waarna zij ontroerd een dankwoord sprak. Ik wou u allemaal bedanken voor echt de fijnste dag en nacht in mijn leven. Heel hartelijk dank, fijne mensen in de RAI, fijne mensen in het land, fijne winkeliers en iedereen. Met ovationeel applaus huldigde de volle zaal een jonge vrouw die zich met heel haar persoon had ingezet voor de gehandicapte medemens en wier oproep door het Nederlandse volk in 24 uur tijd beantwoord werd met de ongelooflijke som van 12 miljoen gulden. Heel knap dat hele bedrag. Mies, nog even een klein... Even een klein fragmentje en een vraag of je even naar voren wil komen. En dan is nu geloof ik de beurt aan Adèle Bloemendaal en Ronnie Bierman. Dit is nog bewaard. Ze schrikken er zelf ook van, denk ik, maar we hebben zin in. Oh, ik ben helemaal onze vaste tijd vergeten, want op dit uur, altijd op dinsdag, speelt over de AVRO 5 minuten Tom Erich. Mies. Wil je zitten of staan? Staan? Ik zet je even op de stoel. Neem jij deze microfoon even? Want Tom Erich speelde 5 minuten, hè? Ja, daarom. Zo krijg je 24 uur vol. Ga jij lekker in de stoel van de koningin zitten? Ik blijf wel een beetje lopen. Herinner jij je, wat je zei net, dat je dit moment... Zeg, is dit echt haar stoel? Echt? Ja? Dat is fantastisch. Echt fantastisch. Je mag raden. Maar ik bedoel, voel je iets als je zit? Ja, het is echt geweldig hoor. En dan zat ze zo, hè? Ja, je kan... Ja, ja.
Wat kun jij je nou nog van dit herinneren? Daar ben ik nou zo benieuwd naar. Want je werd toen, nou ja, werkelijk zo groot. Kon je dat allemaal verdragen? Ja, het is dan wel erg lang geleden, hè? Maar ja. Zo nu en dan springt er een uit. Ik herinner me, midden in de nacht, het was een beetje rustig in de rij, want de hele golf kwam de volgende dag. Toen kwam er een man binnen in een grote motorjas met zo'n helmpje op, weet je wel, van leer, met van die kleppen opzij. Ja, en die zag de piano, die zei, ik wil even spelen. Ik zei, nou ga je gang mee, prima. En die speelde en toen zei ik, en bent u gelukkig nu? Ja, zei hij. En toen ging hij weer weg. maar dan, dat heeft zich voor jou in een volkomen absurditeit dan afgespeeld, dat geheel. Ja, ik heb geen tijd gehad om na te denken. Nee. En daarna was het... Want achteraf dacht je, ik had platte schoenen aan moeten trekken, of niet? Ja, het was echt oud, hè? Maar het was ongelooflijk. Hoe hadden jullie dit dan voorbereid? Had je enig idee wat je te wachten stond? Nee, niet zoiets. Maar wel zorgvuldig voorbereid, hoor. En wat verschrikkelijk moeilijk was die artiesten krijgen. Ja, Toon, wat haal je in je hoofd, zeg, 24 uur op dat scherm. We durven er niet eens 1 uur op. Nou, dan ging ik weer. En dan een paar weken later... Dan ik hem nog eens en nou, dus langzamerhand groeide dat. Maar niemand zei van tevoren dat ze kwamen, behalve Wim Kan. Die zei, als ik een ton kan geven, dan moet je er maar voor zorgen, dan kom ik. Oh, dat gedoe met al die directeuren van die grote bedrijven. Dus dat was helemaal gestoken al? Ja, dat was helemaal gestoken. Maar wonderlijk, want als je nu zoiets zou doen, ja, dan staan ze in de rij. Of niet? Ja, ik denk het wel. Maar dan is het niet meer... Het is nooit meer. Nee, het kan nooit. Het zal nooit die spontaniteit... Het is helemaal weg. Ik zie wel eens acties en dan denk ik... Oh, nou ja, de presentator leest van de autocue. Ja, precies. En die was er toen nog niet, dus heerlijk. Nee. Nu even... even een vraagje tussendoor. Kon jij die dokter Klapwijk nog verdragen na 2 maanden? Of, Nou, het was bijna een jaar... Dat ik met hem optrok. Ja. En? Vanaf het eerste verzoek. Het was een vreselijke, aardige, ja, christelijke man. Fijn. Ja. Nee, maar kijk, zo'n Jaap Jongbloed die doet dan zo'n serie Het Mooiste Meisje van de Klas. Ja. En die raakt natuurlijk verliefd op een van die meisjes. Daar kan je op wachten. Ja? Maar daar had je bij dokter Klapwijk geen... Nee, daar had ik geen boodschap aan. Nee. Maar dus die hele 24 uur, die zijn... Nou ja, je bent... Omgevlogen. Ja, maar je bent nu zo oud, die zijn weggezakt. Ja, ik dus... Kun je je nog wel iets van de euforie herinneren? Van wat? Nou, hoe het land opeens jou op handen droeg. Nou, dat gebeurde al. We gingen naar huis en zeiden, hè, dat zit erop. En we rijden Blaricum in. Heb je die beelden ooit gezien? Wat? Die wat je nu gaat vertellen? Nee. Moet je even omdraaien. Dan vraag ik of het licht... Ga maar staan. Dan vraag ik of het licht even zachtjes mag... Op de Torenlaan. Ja, nee, dat begint met de Torenlaan. Kom je er al? Kijk. Dat heb ik gekregen van die jongen die ook die films van Toon Hermans in zijn bezit had. Wat leuk. Wacht even. Kijk, daar zie je. Daar komen we aan. Kan het licht even helemaal uit? Kijk, dat is Leen, zie je het? Leen? Mies? Gerton van Wageningen is dat. Okay, en hier geef je ook aan hoe moe je bent. Je hoeft even niet meer. Nee, dat speelde maar door. Oh... Joost? Joost? Jans? Daar ook nog. Hartstikke idee. En toen deed ik de deur dicht. En toen ging de deur, belde er iemand aan. En toen deed ik even open en zei ik... Nou, moet u horen, nou niet, hè? Een andere keer. En deed de deur weer dicht en dat was de burgemeester. Nou, geweldig, dankjewel. Ja, satire op televisie is een precaire zaak. En niet alleen omdat, zoals we in het begin hoorden van Neil Postman, dat ieder medium zo zijn beperking heeft. Hetzelfde geldt voor de kijker, die ook zo zijn beperking heeft. Tegenwoordig wordt het publiek door al die zenders en al dat aanbod ruim van tevoren geselecteerd
Het publiek selecteert ook zelf. Dus de kans dat tegenwoordig nog iemand onverhoeds in aanraking komt met iets dat hij niet wil zien, wordt steeds kleiner. Nu zijn er natuurlijk mensen die dolgraag, omdat ze op Twitter zitten of op andere manieren, die willen natuurlijk dolgraag iets zien wat ze niet willen zien, zodat ze heerlijk achter hun typemachine kunnen zien hoe verschrikkelijk het is om iets te moeten zien dat je niet wil zien. Tot oktober 1964 had Nederland één kanaal. Mensen in de grensstreken konden Duitsland ontvangen, aan de oostkant en in het zuiden de Vlaamse zender. Bij heel veel mensen stond de televisie hoe dan ook de hele avond aan en werd er gekeken met een intensiteit of men de volgende dag overhoord zou worden. Wat ook zo was. Je stond voor schut als je niet kon meepraten wat er de avond tevoren was gebeurd. Satire is een dubbelzinnig vermaak en vraagt om een geoefende kijker die op meerdere niveaus kan worden aangesproken, vaak ook zonder direct het gevoel te hebben dat hij aangevallen wordt. De kijker die met één rotsvaste overtuiging in zijn eigen gelijk naar een satirisch programma zit te kijken, zal zich snel gekwetst voelen. Men vraagt zich wel eens af waarom er tegenwoordig zo weinig satirische programma's zijn. Simpelweg om de reden omdat daar publiek komt kijken dat satirische programma's wil zien. En ja, die worden dus nooit gekwetst. Terwijl de lol van satire is dat je je onbehagelijk gaat voelen door wat je ziet. Dus in wezen is een amusementsprogramma een satirisch programma voor mensen die van satire houden. Als u mijn gedachten kunt volgen. Enfin, nog voor Open het Dorp, als ik goed ben geïnformeerd, Mies, was jij samen met Leen in Londen geweest. En jullie hadden daar gezien, That was the week that was. 3x TV. En dat was een satirisch programma. Jullie hadden al meteen voorstellen gedaan bij de AVRO, dat willen wij ook. Toen zeiden ze, ja, maar eerst even Open het Dorp en daarna zien we wel verder. En onmiddellijk na Open het Dorp zeiden ze, nou, het is goed voor jou, Mies, dat je nu even niet op de televisie komt. Nou, wat aardig. En toen duurde dat zo lang voordat ze erop terugkwamen, dat toen kwam de VARA, Herman Wigbold, neem ik aan. En die vroeg of jullie dat programma wilden doen. En toen zei meneer Burger, ook fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, die zei, even kijken of hier letterlijk staat wat hij zei. Het gaat waarschijnlijk mis, maar we wachten het wel af. That was the week, dat was een programma dat werd gedaan. Ik heb er een paar beelden van, ik zal ze... die heb ik dan nu ook weer. Dat was een programma met David Frost, die we later gezien hebben als interviewer. David Frost heeft dat beroemde interview met Richard Nixon. Maar hier zat hij nog helemaal in zijn jonge jaren, samen met Peter Cook, afkomstig uit Beyond the Fringe. Dat waren allemaal studenten uit Cambridge en Oxford. John Cleese zat erbij, Graham Chapman, allebei bekend van later van Monty Python. Nou, de onderwerpen waren natuurlijk het Koninklijk Huis, de klassenmaatschappij, racisme, seksuele schijnheiligheid en de BBC zelf. En op een zeker moment begon de BBC al vrij snel zich ongemakkelijk te voelen met deze programma's. En ik weet niet om wat voor reden had toen de, wat we tegenwoordig netmanager noemen, had besloten om na That Was The Week That Was een crimie te programmeren die The Third Man heette. Wat daar precies de bedoeling, maar het was pesterij. En David Frost die nam toen de uitdaging op en die ging toen elke keer aan het einde van That Was The Week That Was verraden wie de moord gepleegd had. Totdat hem verteld was dat hij dat niet meer mocht doen. En toen, tot ieders verrassing, zei hij aan het eind, zoals gebruikelijk was, That was the week that was. En voegde er toen nog één keer That was aan toe. En daarmee was het klaar. Hij is nooit meer met dat programma teruggekomen. De VARA-voorzitter die zei, we moesten het maar eens proberen, maar er komen vast moeilijkheden mee. Waar hoor je dat nog? In Nederland werd het dus opgepikt een aantal mensen. Jan Blokker, Rinus Ferdinandersen, Dimitri Frenkel-Frank schreven de teksten. Mies,
Joop van Tijn en zelfs Gerard Reven voerden ze uit. Laten we even kijken naar het begin. Dit is Joop Cabaretti die dat lied zingt. Daarom hebben we de chef staf gevraagd of Joop van Tijn een echte generaal kon sturen om het een en ander uit te leggen. Hier is hij dan. Dit is Rinus Ferdinandus. Ja, als u uitgelachen bent, kan ik me even voorstellen. Mijn naam is Bronkhorst, ik ben luitenant-generaal-majoor. Zegt u maar, generaal. Nog even een fragmentje, om er even in te komen hoe dat programma nou precies was. Zo, die Volkswagen hier hebben we gehad. Dan krijgen we hier, dat is die Volvo AA. Nee, dat is Beatrix. Nou ja, prinses of geen prinses, de wet is de wet hoor. Nee, ik laat mij even niet kennen. AA 99 en dat was te om. Oh, mijn diensttijd is al lang om. Wegwezen. In Delft. Een timmerman wilde een woning in een flatgebouw vol met intellectuelen betrekken. Dit werd hem geweigerd. Het doet ons plezier de voorzitter van de vereniging Vrienden van Delft bereid hebben gevonden haar visie te geven op deze affaire. Allereerst mevrouw, wat is het doel van uw vereniging? Onze vereniging, meneer Van Tijn, wil vriendschap voor Delft kweken. En verder wil onze vereniging alle misverstanden die omtrent Delft heersen oplossen. Wij hadden onmiddellijk in de gaten dat er iets aan de hand was. Thuis hadden we nu ook televisie, maar ik ging toch liever bij mijn vriend kijken. Ten meer daar hij ouders had die geheel ontging wat er getoond werd. Wat wel zo prettig was. In de derde uitzending op 4 januari 1964 kwam zeg maar het hoogtepunt van Zo is het. Een uitzending met Peter Loor. Peter Loor, dezelfde die 5 jaar later als directeur van de Schouwburg in Haarlem Nederlands Hoop in Bange Dagen de kans gaf in première te gaan. En Peter Loor zei het met volgende. Met kerstmis waren alle kerken ter wereld vol. Maar nu zijn ze alweer vele malen leger. En er heerst een grote vreze dat de mensen steeds minder gelovig zouden zijn. Maar die vrees, lieve broeders en zusters, is ongegrond. Want er is een nieuwe ecumenische religie die alle gelovigen en ongelovigen heeft bekeerd tot een nieuw, intens geloof. De gelovigen van deze religie beleiden hun eredienst in miljoenen kerken en kapellen, in grote en in de kleine steden, in de rijke en in de arme buurten, overal waar de zending komt. En de zending reikt verre. Van alle kerken en kapellen wenkt blijmoedig verkondigend het kruis. Op dat moment schoof half Nederland naar voren in zijn stoel. De ene helft dacht, dit wordt interessant. En de andere helft begon zich vanaf dat moment te ergeren. Daar kregen ze nog weer 2 minuten de gelegenheid toe die ik er even tussenuit gehaald heb. En dan eindigt het als volgt. Komt allen tot het beeld die belast en beladen zijt, want het beeld zal u rust geven. En om dat aardse paradijs te verwerven, volgen de gelovigen trouw de geboden die het beeld gegeven heeft. Gij zult geen ander tijdverdrijf kennen dan het kijkbedrijf. Gij zult u geen afgodsbeelden maken dan de beelden van het beeld. Gij zult niet naar uw naaste kijken, gelijk uw naaste niet kijken naar u. Maar bovenal, gij zult de knop geenszins omdraaien, want dit is het beeld een gruwel. En zo won dit machtige geloof elke dag nieuwe discipelen, die gelijk met hun broeders en zusters neerknielen voor het beeld en bidden. Geef ons heden ons dagelijks programma. Wees met ons, o beeld, want wij weten niet wat wij zonder u zouden moeten doen. Dit leidt tot een rel, mede dankzij de Telegraaf die de volgende dag schrijft.
De geborneerde minachting voor de gevoelens van anderen heeft er ditmaal toe geleid dat in een televisieuitzending een deel van het Nederlandse volk in zijn diepste gevoelens werd gekwetst. Het Algemeen Dagblad schrijft: nog nooit is voor het Nederlandse beeldscherm zulk een alle te perken van fatsoen en beschaving te buitengaand programma vertoond. De Volkskrant: zolang de VARA zich niet duidelijk tegen sommige excessen van dit programma uitspreekt en zolang hij niet maatregelen neemt dergelijke misselijke uitwassen te voorkomen, zullen we meester Burger en de heer Rengelink beschouwen als directeur en hoofdredacteur van het smerigste boulevardblad dat wij kennen. Er ontstaat ook weer mede dankzij de pers, heel wonderlijk, een ongelooflijke sfeer van woede en boosheid. En iemand die het moet ontgelden en die kort tevoren nog de reservekoningin van Nederland was, Mies Bouwman, die kreeg het over zich heen. Sorry Mies dat je erbij zit, ik moet het even citeren, maar je kent het wel. Lelijke, vuile Jodin, je hebt weer heerlijk zitten gnuiven bij de televisie zaterdagavond. Nu heb je eens precies laten blijken wie je feitelijk bent door zo'n goslastelijke tekst te brengen. Als je nu met dat dorp zou moeten beginnen, kreeg je gegarandeerd van al die lieve mensen geen dubbeltje meer los. Woorden als joden, hoer, homofiele, soeteneurs, slechte moeders werden haar toegevoegd. En dan ontstaat er ook een tegenbeweging die zich vooral keert tegen het niveau van de reacties en de hetze die door de kranten wordt gevoerd. Harry Mulisch schreef naar het Parool: uw haat is ons te oud. Zelfs uw goede eigenschappen, die vooral uit goede voornemens bestaan, zijn ons te oud. Nog 25 jaar en u bent gelukkig uitgestorven. Volgens Han Lammers was er een virulente ergernis gegroeid tegen het andere. Dat andere was jong, progressief, niet kerkelijk, intellectueel en met name provocatief en had bij de VARA een podium gekregen. Wat we hier eigenlijk heel erg meemaken, morgen hebben we de aflevering Provo, is dus dat die, eerst heb je dan die hetsen, maar dan krijg je dan die tegenbeweging. En die tegenbeweging, die is erin geslaagd, nou zo'n 20, 25 jaar, de toon in ons land te bepalen. En die hetserige groep, die is gedurende die 25, 30 jaar genegeerd. En wat daar van komt, dat gaan we dan over een aantal. Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Won in 1966, dat kun je ook nog wel herinneren, de televisiering. De televisiering was voor het populairste programma in Nederland. Wat was er gebeurd? Er was een secretaresse van het blad Televisier en die wilde per se niet dat Willem Duis zou winnen. En die heeft honderden briefkaarten ingestuurd dat het zo is er toevallig ook nog eens een keer moest. Dat was toen ongebruikelijk. Sinds ongeveer het jaar 2000 is iedere televisiering volkomen via fraude tot stand gekomen. Je zorgt gewoon dat je een aantal mensen mobiliseert die een kaartje of tegenwoordig is het per internet. Dit speelde zich af. In 1966 werd de laatste uitzending van Zo is het. Toen was het programma eigenlijk wel flink over zijn hoogtepunt heen. En anderhalf jaar daarna, in 1967, kwam er weer een nieuw programma tot grote opwinding leiden. En dat was Hoepla. Nog even, ik kreeg gisteren via de mail het volgende in mijn post. Geachte heer Freek, het is toch niet die negerpop die ik ruik? Dat is een stuk tekst uit een show van u. Wat is eigenlijk het verschil met Kop vol de tax? Een stukje tekst uit de show van de PVV. Vroeger was u erg goed in beledigen en deed dat graag op tv. Geeft u de PVV ook nog even de tijd en om wellicht te worden net als u. Dit is de wals. De wals van het als. Als niet mijn vader, als niet mijn moeder. Als niet mijn vader met mijn moeder. Dan was ik onherkenbaar geweest. Dan was ik nu ontembaar geweest. Dit is de wals van ja maar en als. Ja maar de meester. Als de pastoor niet halt had geroepen, liep ik nog door. Ach, was ik toen onrembaar geweest. Dan was ik nu ontembaar geweest. Dan schuimde ik door straten, onuitstaanbaar uitgelaten, omringd door mooie wijven, de hele dag een stijve
boord was niets voor mij. Ik zocht een plaatsje in de rij. Een man, een man, een wals zou ik geweest zijn als niet mijn vader zeeuw was geweest. Of als mijn moeder leeuw was geweest en dan die zeeuw met die leeuw was geweest. De meester vaker ziek was geweest, de pastoor niet katholiek was geweest. Dan schuimde ik door straten, onuitstaanbaar uitgelaten. Ik hield de kroegen open, de hele dag bezopen lopen in het gareel. Een seconde was mij al te veel. Een man, een wals, zou ik geweest zijn als het kanaal rivier was geweest. Moeder geen maagd, maar een stier was geweest. O, als. Ja.